Mijn naam is Tien de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Ja, het is al 0:43 s'nachts op een vrijdag. Echt waar, wat zijn jullie allemaal van plan, BRNT, Boef, EXO, oh my god, echt. Als ik de chat moet geloven, staat hier binnenkort een luchtballon achter in mijn tuin. Eerst mijn haar rood, dan die luchtballon. Nee, het begon eerst allemaal vrij simpel. Een hoesje van de GSM. Daarna Tamara en Mano. Een hele grote verrassing, ook voor mij. En dan, wacht, ben ik aan het denken. Dan die klak. Nee, die mondmaskers. Dan die klak en t-shirts. Dan mijn haar rood. Dat moet nog gebeuren. Dan die luchtballon. Oh, mannetjes. What the fuck? Ik ga echt niet kunnen slapen, man. Met die gedachte dat ik binnenkort hier in de lucht zit. Man, het is echt warm buiten. Ik heb zo net mijn vlog in elkaar gestoken. Nu nog wat paar gegevens opschrijven van TeamViewer. Dan kan ik hem nog bij mijn schat ook nog uploaden. Dus dat is ook nog heel goed. Zo denk ik aan jullie. Hubsetterie, even dat opschrijven. De getallekes. En dan de wachtwoord. Oké. Nu dan nog afknippen. En dan kan ik vertrekken naar mijn schatje. Voilà, zo. Dus ik ga jullie weer laten. Ik ga richting mijn schatje. Het is zo warm, dat zelfs mijn zakjes voor het afval gewoon afvallen. Zo warm is het. Ik geef aan dat het 37,5 graden is. Het is 15:13. Dus, maar het kan wel oftewel nog omhoog gaan, oftewel nog omlaag gaan. Dus dan, ik ga nu vertrekken naar mijn schatje toe. Tot zelfs allemaal, yo! Ja, hallo mensen. Ik ben bij Bea aangekomen. Hoi. Ik heb hier dus 1, 2 pakketjes. Deze dame doet dat graag open. Dus ga uw gang. Ik weet niet wat erin zit, hè mensen. En een kleine unboxing. Een borduur iets. Nee. Is dat die kleurplaat? Ja. Wil je nog daar verder op... kan ik niet op kleuren, hè, schat. Nee, en dat wist ik niet. Dat was eigenlijk de kleurplaat waar je eigenlijk op kunt kleuren, maar dat is al wat ingekleurd. Jammer. Sorry schat, ik had het anders verwacht. Ik ook. Maar maakt niet uit. Maar dat was toch wel een alles schoon, hè? Ja, maar hier kun je niet met kleurtjes op kleuren. Nee, dat voelt je ook. Ja. Want dat is harde plastiek, hè? Ja. Ja. Doe maar terug toe. Ja, daar was ik mee bezig en jij doet dat terug.
Oh, dan heb ik hier nog mijn lekkere, geen reclame maken, yoghurtje. Mag ik? Ja, de tweede pakketje. Als je eerst dit zo bedoelt, dank u, want ik heb maar één hand. Oh my god, is dat nog daar van boven ook nog eens toe? Een unboxing van een yoghurtdrankje. En zit het erin? Ja. Maar okay. Je ziet het niet. Nee. Nu wel, mensen. Dankjewel, schat. Maar de plastic pak je terug mee, hè. Ik kan hier niet weggooien. Sorry dat ik aan mijn vingers slikte. Of zagen ze dat niet? Jawel. Het is ook warm, dus voldoende drinken, mensen. Echt waar. Ik heb al bijna 2 flessen water op. Dat is heel goed, schat. Ik heb zelfs nog mijn fles bijvullen. Goed bezig, schat. Een missen aankoop. Maakt niet uit. Kunnen we nog te koop zetten. Dus als iemand dit wilt, laat het hieronder in de reactie. Voor 4 euro kun je het vastkrijgen. Dan krijg je dit. En ik zal dan ook integraal mijn handtekening hier van achter opzetten. Een goed idee, hè, schat? Ja. Dat is opnieuw zo'n Xbox-ding. Oh my god. Meen je dat nu echt? Van de Wii, hè? Ja. Ik heb Xbox gezegd, ja, van de Wii. Oh my god, zo heb ik er nu 3. Dus ene staat nu ook te koop. Voor 5 euro. Waarom? Als er ene kapot gaat, dan hebben wij toch nog een reserve. Dat is ook een goeie. Oh my god. Zo heb ik nu 1 in het blauw, 1 in het rood en nu 1 in het... wit. Yay! Vond je het leuk? Ja. Oké. Maar dat is echt een afknapper. Ja, dus hier ga ik mijn handtekening opzetten met stift. Zal ik ook mijn naam erop zetten dan? Haar naam zal er dan ook op staan. En ik zal ook vragen aan Chris dat ze haar naam hier ook op zet. Kan, maar ik weet niet of ze dat wilde. Ja, dus ik ga dat vragen. En dan ga ik ook nog eens aan Tamara en Mano ook vragen voor hun handtekening hier op te zetten. Maar dat is misschien wel al veel te laat, want dat kan maanden nog duren. ja, dus bij deze unboxing het onderwerp 30 jaar worden. Met Dimitri Remes, aka Psycho. En ik krijg nu nog iets op mijn hoofd gezet. Kom dan dichter. Zo. Ja, zo. Ja, ik krijg dat niet te goed bij u. Ik weet het, ik weet het. Dus, het onderwerp dus voor 30 jaar te worden. Dus hoe heb ik dat ervaren? Eigenlijk als een gewone andere dag. Het getalletje ja, vooraan verandert van 2 naar 3. Dus je stapt over op een andere tram. Of hoe ze dat ook zeggen, tram 3. Of wat zeggen ze dan nog allemaal? Je krijgt ook een nieuwe voordeur. Daar zeggen ze ook, soms krijg je dat ook als antwoord. Je krijgt een nieuwe voordeur. Maar 30 jaar worden is niet zo erg, mensen. 30 jaar is gewoon een leeftijd. Dan hoort je nog niet bij de categorie... Ja, je hoort wel bij de categorie volwassenen. Maar als je je nog jong voelt, laat je dan ook jong nog voelen. Maakt niet uit als je 30, 31, 32, 33, 34... Als je je jong voelt, leef ook je daar ook zo naar. Dus doe gekke dingen en al. Maar ook niet te zot. Dus... Maar voor mij, 30 jaar worden is gewoon like, een andere dag geweest. Zo gelijk nu ook, het is nu zondag, het is wel nu, hè, warm, dat wel. Maar, ja, ik spreek ook af met ja, Bea, die is er 24. Ja. En ik ga even op stop zetten, dus tot zo.
Ja, mijn schatje gaat er dus even naar binnen toe, dus dan kan ik even verder met het onderwerp van 30 jaar. We hebben hier even een babbelje gehad, dus bij deze. Dus ja, ik ga dus nog altijd ook om met Bea, die is 24 jaar. Ik heb daar een relatie mee, ik ben er 32, dus oud worden is, nooit leuk om te horen. Oud worden, 32 jaar, 33 jaar, 34 jaar, kort oud, nee. Als je je nog altijd jong voelt in je vel, dan, ja, dan moet je je ook daar ook naartoe leven. Hoe je je ook voelt. Dus tegelijk, wat er bij mij nu de laatste tijd ook aan het overkomen is, ook met mijn fans en al. Mijn fans zijn van allerlei dingen achter mijn rug aan het regelen. Ik had nooit verwacht dat ik ook zo van die dingen op mijn leeftijd nog kon bereiken en kan bereiken. Daar ben ik echt ook van verschoten. Dat ik ook redelijk wat fans nog achter mij heb staan. Echt ongelooflijk. Dat doet met een mens iets. Dus leeftijd speelt eigenlijk geen rol. Dat is maar een getal. 32 is maar een getal, moet je denken. En wat je nu hoort is Valère dat, of hoe zeggen ze dat, iets wat voor de raam zo naar onder gaat, dus voor de zon buiten te houden. En wat je ook s'nachts eigenlijk zo naar omlaag doet. Ja, daarover gedaan. Dus ja, het leeftijd, dat is maar gewoon een getalke. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40... Noem maar op, enzovoort, enzovoort. Dat zijn maar getalletjes. Ik voel me nog jong. Dus ik leef me daar ook naar. Zo gelijk, wat ze nu ook aan het regelen ben. Ik weet niet als het echt waar is, als ze echt aan het regelen zijn, een luchtballonvaart. Een luchtballonvaart... We hebben ook al gevraagd van hoeveel is de maximum hoogte dat jullie kunnen vliegen. Dat is 4500 meter hoog. 4500 meter hoog, debut. Dat is hoog. Dus maar als ik dat als cadeau krijg, daar ga ik ook 100% ook van genieten. Dus ik ben 32 jaar, maar ik geniet nog van mijn leven. Zo gelijk, wat er ook binnenkort terug zit aan te komen, misschien na de coronatijden. Want ik ben nu echt ook heel voorzichtig, dus als ik terug mij op de straat ga begeven, dan, ja, dan doe ik mijn mondmasker aan, sowieso. Dus ik geniet nog altijd elke dag van mijn leven. En dan heb ik ook nog gisteren ook nog een leuke babbel gehad. Ook nog iemand die 30 jaar pas is geworden. Ik heb daar ook een klein beetje geïnformeerd hoe dat was. Hallo Kes. Hallo. En die vond dat niet erg voor 30 jaar te worden. Zij heeft ook gewoon gezegd, ja, dat is maar gewoon een getalletje. Ja, 29, 30 jaar. Ik kreeg een nieuwe voordeur, ik zat op een nieuwe tram. Noem maar op. Dus, het is maar een leeftijd. Bij deze. Dus, als je je jong voelt, leef daar ook alsjeblieft naar. En mijn schat zit zo te lachen voor. Emile schrok zich. Ah, de begeleider van haar schrok van haar. Nee. Ah, oei, ik heb het dan fout uitgelegd. Die schrok zich gewoon. Ik ga je saus zeggen. Niet iedereen hoeft dat te weten. Ah, oké. Oei, oei, oei. Ik ga weer een verhaal horen. Ik heb nog iets voor u, schatje. Wat, hè? Ik heb nog een verrassing voor u. Wel, het is wel iets kleinigheids. Ja, dat is niet erg. Maar zeg je daar ook dan mee content? Ja, tuurlijk. Lust je dat niet? Cola? Nee. Ik lust geen uitstokken. En Peter mag dat niet, want die heeft suiker. Nee, maar ik... Allee man,
Dat hoort je toch, ja, maar dat hoort je toch heel weinig, hè, dat mensen geen lekstokje lusten. Ja, zeker cola, ja, die waren palen. Deze waren echt in vroeger. Ja, ik wil het wel proeven, maar als ik het niet lekker vind, wat moet ik dat dan mee doen? Ja, weggooien. Schat, kijk, ik heb er twee. En proef gewoon naar cola. Ik moet die cola lekstokken. Daar proef je echt de cola in. En? Proef je de cola? Ja, maar het is wel warm. Ja, het is wel zoet, ja, en warm. Ja, het is ook warm buiten, hè. Kijk eens hoe lekker dat uitziet. Ook pasta. Pasta, ja. Mag je dat aan de kijkers ook laten zien? Deze. Kijk wat ze gaat eten, mensen. Lekkere koude pasta. Hè? Ja, met tomaat, paprika, komkommer en ajuin. Oké. En dressing. Ja. En nu is het terug. Zo, van Moeke rechtstreeks naar Verano. Summerbar gegaan. Ik weet niet, wacht, daar. Ja, daar. Dus heb ik lekkere twee nu milkshakes gepakt. Zij ene. Zij Ferrero milkshake. En die is heel lekker. En die is heel lekker. Zeker naar Jurgen gaan. Echt waar, mensen. Geef me alsjeblieft dan ook die andere milkshake flesje. Ja, ik heb hem. Wacht, nee, ik heb hem niet. Nu heb ik hem wel. Ik ga die even weggooien in de vuilbak. Hoe het ook hoort, mensen. Kijk maar. Hup, zet er een. Hier krijg je een vuilbak. Voilà, ze. En nu wegwezen, want daar staat de wespen. Ah! Daar staat de wespen, schat. Ja, moet je dan wat doen? Ja, voor het wel leuk te doen in de vlog, hè. En mensen. Dat is niet. Alsjeblieft. Ik heb het niet leuk om te zien als je dat doet. Ah, oké. Sorry dat ik dat zeg. Je mocht dat zeggen. Wat vinden jullie ervan, kijkers? Mag ik jouw sleutelzakje van een raam open doen? Heb je die alweer weggestoken? Ja. Voilà, mijn eerste milkshake. Mijn tweede milkshake. En nu op naar mijn thuis toe. Kun je een keer draaien? Ja. Voilà. Niet nog mee richten. Hè. Power on. Power on. Voilà. En zo gaan we beginnen met het weekend. Oh ja, tot ziens, mensen. Dus elke dag, nu elke dag, ik heb dat ook tegen Jurgen gezegd, ga ik zijn assortiment posten. Dus dat betekent welke smaken dat hij dan op die dag gaat verkopen. En hij is wel altijd, zoals morgens vroeg, heel vroeg wakker. Wow, oké. Ik ben heel snel naar de dag- en nachtwinkel gegaan. Ik ben ook nog gewoon naar Daniela gegaan om zonnecrème gaan te halen. Want die was aangekomen en ik heb gezegd dat ik die normaal gezien zaterdag ging komen halen. Maar nu komt zaterdag Chris ook weer al af. Dus ja, om weer al iets leuks te doen. En nu op naar mijn schatje. Dus ik ben nog gewoon naar de nachtwinkel gegaan omwille van, jawel, Coca-Cola vanille gaan halen, want dat drinkt zij ook heel, heel, heel graag. En ik ga niet op die kasseikens hier blijven rijden voor jullie, omhoog van dat gewaggel. Dus dat komt wel allemaal wel goed. Even hier heel traag erover, want dat is hier een hoog stukje. Dan val ik bijna stil. Dat is ook weer al niet de bedoeling. Kijk, als er geen verkeer afkomt, dan go, go, go. En dan hier weer al in. Ja, mannetjes, mannetjes, mannetjes. Ik moet ook veel rijden hoor. Oh, oh. Maar ik ga hier, we gaan ook nog even naar Enzo Knol kijken. Ik en mijn schat is thuis gebleven, by the way. Dus dan dat zij ook hier niet langs mij zit. Vergeet geen blauw duimpje omhoog toe. Vergeet hier onderaan ook niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er eigenlijk een nieuwe vlog online komt. Of een nieuwe video komt. Voilà, voilà. Even
Even kijken als daar... Ja, daar komt verkeer af. Het is toch even wachten dat ik kan oversteken. Ja. Om zo, en dan weer op de Mainstraat. Hier staat hij. En go, 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 go. Zie jullie allemaal morgen weer al. Ciao, ciao, ciao.